We zijn hier in Bibliotheek Scheveningen. Op dit moment zijn er niet echt vaste activiteiten, maar ik denk dat er wel een paar bijzondere dingen te vertellen zijn over dit filiaal. En als je al binnenkomt, dan zie je al gelijk hier dit beeldje staan. En ik denk dat dat wel leuk is om te vertellen, want momenteel is pas de film Sunny Boy uitgegeven. Dat is naar een boek van Annejet van der Zijl. En toen het beeldje hier onthuld werd, was een hele bijzondere bijeenkomst. Want die meneer Waldinots was er toen ook bij, zijn familie was erbij. En het was een hele emotionele gebeurtenis. En wij zijn ook heel trots dat wij dat beeldje hier in de bibliotheek mogen hebben staan. Dit is onze prongcollectie. En het is specifiek een collectie over scheepvaart, visserij, Scheveningen. En dit is een collectie die echt steeds meer groeit en steeds meer belang krijgt ook. Er zitten heel vaak Scheveningse heertjes zitten hier op dat bankje. En die zitten dan te zoeken naar de boten waar ze op hebben gevaren. En of ze daar een foto van kunnen vinden. En dan komen er ook vaak heel veel verhalen los. Dan zeggen ze, ja, daar heb ik op gevaren. En dat vinden ze echt prachtig om daar samen over te praten. Ja, prachtig. Ja, dat is echt een voorrecht, kan je dat wel zeggen. Zo uitgebreid. En van andere landen ook. Kijk, hier kan je wat vroeger geweest is in Duitsland en België en Engeland, dat kan je hier allemaal opslaan. Ja, dat kan je thuis niet opslaan. Maar als je het wil lezen, kan je hier gaan. Of je leent het. Ja. Nou, eigenlijk hebben ze op het gebied van scheepvaart veel meer dan de andere bibliotheken. Omdat hier natuurlijk veel mensen in Scheveningen wonen die vroeger gevaren hebben of wat dan ook. Nou, ik het zeg is in één keer wel grappig natuurlijk, want pronk is een Scheveningse naam, maar het is ook iets om mee te pronken, zo'n kast. Ik vind het zeker een goed initiatief. Ik wil eigenlijk ook iedereen uitnodigen om gewoon eens een kijkje te komen nemen in deze bibliotheek. Je mag hier altijd alle boeken inkijken. Als je geen lid bent, kan je lekker in de boeken neuzen. En er staan hier echt bankjes om lekker te kijken en iedereen is vrij om erin te duiken.